Welkom bij Rockspellers, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer met jullie een blik werp op Zapocalypse 2 Defend the Burbs, uitgegeven door Green Briar Games. Het is een spel voor 2 tot 5 spelers waar je ongeveer een 60 tot 150 minuten mee bezig bent. En in dit spel kruipen wij in de huid van overlevenden in een zombie-apocalypse en gaan wij verschillende scenario's spelen waarbij wij over het algemeen ons zullen moeten verdedigen tegen de hordes zombies, ons huis moeten opwaarderen door te craften, nieuwe survivors te vinden hier en daar natuurlijk ook nog wat eten en andere dingen voor elkaar weten te krijgen. Het doel is natuurlijk om elk scenario tot een succesvol einde te brengen, dus laten we maar eens een blik werpen op wat er allemaal in deze box zit. Het spel is bedacht door Jeff Gracia en wij krijgen de spelregels in het Engels, de handleiding op zichzelf. Er zit heel veel in dit spel en dat is een beetje wat terugkomt in het boek. Ze nemen je aan de ene kant keurig mee door een introductiescenario, waarbij ze een gedeelte van het spel even links laten liggen, zodat je kennis kan maken met hoe werkt de night phase, hoe werkt de nacht. En van daaruit gaan ze dan verder, een paar mooie voorbeelden erbij, met hoe kun je met de volledige regels dan gaan spelen. En dan komen alle extra beurten en regels erbij. Het zijn veel regels, ze hebben wel keurig een legende op de rug neergezet, dus je kunt eventueel snel terugbladeren, maar je zult veel aan het bladeren zijn in dit spel. Dan hebben we het scenarioboek, het storyboek. Daarin staan de verhalen die we gaan spelen. 4 hoofdstukken hebben we die we in totaal gaan spelen. Naast dat hebben we diverse locaties die we kunnen scavengen. En die staan hier achterin allemaal. Dan ga je daar naartoe en daar gebeurt ook nog van alles en nog wat. En van shit. Hier hebben wij het hoofdbord. Daar houden we de overwinningspunten bij. De doomtrack, de beurtvolgorde. Dit zijn ook de opties die we hebben in ons eigen kamp. Het spel zelf geeft ons diverse tegels waarmee we de wereld in elkaar knutselen. Dus een aantal grote en kleine daaromheen. Per speler heb je deze survivorbordjes en daar hou je de helft van de verschillende survivors die je hebt bij, met equipment en hun defense waarde. We krijgen zombies in verschillende kleuren. Dat bepaalt wat voor soorten zombies het zijn. De componenten voor onszelf, de dobbelstenen, een heleboel markers, allerlei soorten voedsel, resources, wapens en nieuwe survivors die we kunnen vinden, de critical wounds en perks waarmee we onszelf kunnen verbeteren. De zombie hoordkaart en de gruwelijke zombies, de zware mutanten en een paar markers om het een en ander bij te houden. En dat is wat we allemaal krijgen. En laten we snel gewoon maar eens even een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit, in mijn voorbeeld even opgezet voor 3 spelers. Elke speler krijgt een survivorbordje. Je begint met 2 survivors en dat zijn de starter survivors. En die herken je aan het feit dat hier een bloederig hoekje op zit. En datzelfde geldt voor de startwapens. Ook daarvan krijg je er 2. En ook die hebben zo'n bloederig hoekje om aan te geven dat het starting equipment is. De overige survivors en wapens die niet gebruikt worden, die worden gewoon door de respectievelijke stapels geschud. We wijzen 1 iemand aan als startspeler. Je krijgt de fiches in jouw kleur en we plaatsen ons marker op het speelbord. Afhankelijk van het scenario beginnen we ergens. Dan hebben wij verder het scenario wat we spelen. Ik ga met jullie het introductiescenario doen. Wat zich volledig focust op de nachtfase. Maar uiteraard ga ik met jullie ook kijken naar de verschillende aspecten die je in de dagfase kan doen. Wat hebben we allemaal liggen? Nou, we leggen het bord neer zoals dat gebouwd moet worden. Dit is het huis wat we in dit spel centraal staat. Dus de burbs staat voor de suburbs. Dat is het huis wat we moeten verdedigen. In het eerste scenario op de 2e etage zijn deze 2 deuren gebarricadeerd. Daar zitten survivors achter en daar staan zombies voor. Die willen naar binnen bedringen. Nou, dat moeten wij zien te voorkomen. En tussendoor komen natuurlijk ook zombies aan de randen van het bord tevoorschijn. We hebben de zombies in verschillende kleuren. We hebben de zombie hoordkaart, de critical wounds, de mutates. Hier hebben wij het bord waarop we middels een zombie figuurtje de doomtrack bijhouden. Maar middels deze pionnetjes in onze kleur ook bijhouden hoeveel ervaring we hebben. En er staat nog eventueel een ronde marker bij. Plus hieromheen staan natuurlijk de verschillende acties die we kunnen doen. Food, resources, armory, dat zijn wapens natuurlijk. En extra survivor kaarten en perks. En dan hebben we daar nog onze crafting kaarten.
Verder hebben we de dobbelstenen bij handbereik, de standaard actiedobbelstenen en de wapendobbelstenen. En natuurlijk een kudde miniaturen aan zombies. Het enige wat we dan nog even moeten doen is kijken hoeveel zombies krijgen we aan het begin. In dit scenario komen er 2 zombies per speler binnen. Normaal gesproken als je zombies plaatst, dan begin je, zoals het spel zegt, misschien bij Noord. En zo drop je 1 voor 1 de zombies in het spel. Dus Noord, Oost. En dan zouden we in principe naar Zuid gaan. In ons scenario komen wij uit Zuid, dus die skip je. Dus dan zet je Zuid hier neer. Nou ja, en zo doe je dat net zolang tot je het aantal zombies wat je moet plaatsen uiteindelijk op het bord geplaatst hebt. Nou, verder geeft het scenario aan dat er ook nog in elke kamer een zombie staat. En dat zijn dan de grijze zombies. En zoals ik al zei, op de 2e verdieping komen 2 groene zombies en wat barricadefiches. Maar laat ik eventjes buiten beschouwing in dit voorbeeldje. Het doel van het spel is afhankelijk van het scenario, maar over het algemeen overleven en zoveel mogelijk zombies doden. Want dat helpt om het een beetje onder controle te houden. Maar zo zit hem op. Laten we maar eens een potje gaan spelen. Zoals zei, het spel begint zelf met de nachtfase, dus dat voorbeeld ga ik volgen. En de nachtfase duurt 5 rondes en dat hou je bij op de Horde kaart. Daarin staan de rounds die ik gespeeld tijdens de nacht. En een ronde bestaat uit 1 beurt voor elke speler en daarna de zombies. En hier staat eigenlijk wat de zombies doen. Dus de weak zombies, de fresh zombies enzovoort enzovoort. Waar ze naartoe rennen, hoeveel damage ze doen, etc. Handig kaartje om dat bij te houden. Dus een nachtfase bestaat uit 5 rondes waarin we proberen goederen te verzamelen, zombies uit te schakelen. En in dit geval moeten we naar de 2e verdieping gaan om daar de zombies uit te schakelen voordat zij binnendringen en de survivors aanvallen. Je begint met de startspeler, met de klok mee zijn de spelers aan de beurt. En je krijgt actiedobbelstenen. Per survivor die je hebt, krijg je 2 actiedobbelstenen en die ga je werpen. En de ogen bepalen het aantal actiepunten wat je hebt. Waarbij zo. Dat gebeurt natuurlijk alleen maar in het voorbeeld. Waarbij de Z een 6 is. Dus dat is het beste wat je kan gooien. En in dit geval gooi ik 3 zessen en een 2. Wat kun je doen? Nou, je kunt verplaatsen. Daarbij moet je altijd kijken naar de speed van jouw groep survivors. Jouw survivors doen eindelijk een keer verstandig werken in groepen. Vandaar dat miniatuurtje wat je hebt ook bestaat uit 2 figuurtjes. Zij werken samen, maar dat betekent wel dat ze zo snel zijn als de traagste survivor in jouw groep. En in dit geval is dat 5. Dus ik mag een maximum van 5 stapjes lopen. Dit spel is daarentegen wel makkelijk in de zin van dat je octogonaal mag lopen, dus links, rechts, boven, onder en ook diagonaal stapjes mag zetten. Waar je wel rekening mee moet houden zijn de uitroeptekens. Dat zijn moeilijk begaanbare vakjes. Dat kost je 2 actiepunten om te doen. Normaal is 1 stap, 1 actiepunt. Maar als je hier naartoe wil, heb je 2 actiepunten nodig om dit ene stapje te doen. Ik mag een maximum dus van 5 lopen. Verder zien jullie die radioactieve symbooltjes. Als je daarop komt, krijg je een radioactive marker en een damage. Damage die je pakt, die moet je op je klok bijzetten. Daar heb je natuurlijk gewoon de health op staan van de verschillende survivors die je hebt. En de gecombineerde defense. In dit geval hebben we een gecombineerde defense van 5. Nou, ik kan dus 1 van die damage van de defense afhalen of 1 van mijn survivors iets zwakker maken. Waarom zou je radiation willen? Nou, in principe wil je dat niet, maar als je upgrades krijgt, zogenaamde perks, dan kun je ook muteren. Dan word je aan de ene kant sterker, maar meestal heb je ook een negatief effect. En muteren heb je dit soort fiches voor nodig. Dus dat zou een reden kunnen zijn. Maar dan heb je dat soort vakjes. Je hebt vakjes met dit symbool erin. Wat betekent dat je daar niet doorheen mag lopen. Deze vakjes zijn window drops. Dat wil zeggen als je vanaf de eerste etage zou springen, dan kom je op vakje, als je bij raam 1 eruit gaat, als je bij raam 7 eruit gaat, dan kom je hier terecht. Dus dat zijn window drop vakjes. En dan heb je soms nog de biohazard, zoals hier afgebeeld staat. Dan krijg je in plaats van een radiation een biohazard token. En elke afternoon krijg je 1 damage.
En dat is iets waar je niet te licht over moet denken, want het is niet makkelijk weg te krijgen. En tot slot heb je de vergrootglazen. Daar kun je gaan searchen. Dan kies je een van de decks en dan vind je food, resources of armory. Daarna moet je een tokentje pakken. Je hebt deze search tokentjes liggen. En daar open je er eentje van. Is de smiley niks aan het handje. Komen er handjes tevoorschijn, dan krijg je weak zombies die daar ook nog toevallig op die locatie zich bevinden. En als je een search actie doet, dan spendeer je daarvoor een hele dobbelsteen. En het aantal ogen op de dobbelsteen, dat is de hoeveelheid kaarten die je pakt van de respectievelijke stapel. Daar kies je er één van en de rest steek je terug. En bij searchen kijk je weer naar, in dit geval, smart. De smart waarde bepaalt het maximum aantal kaarten wat je kan pakken. Maar als je aan de beurt bent, ga je dus je ogen gebruiken. Nou, ik mag een maximum van 5 lopen. Ik heb geen ranged weapons. Die herken je aan het pistooltje. Ik heb alleen maar met het mesje. Dus ik ga eens kijken of ik wat zombies kan gaan opruimen. 1, 2, 3, 4. Dan sta ik naast een zombie. Om een wapen te gebruiken, staat hier aangegeven hoeveel actiepunten je moet spenderen. En hier staat hoeveel damage je doet. Dit is je bereik. Bereik van 1. En hier staan eventuele andere opties die het wapen je biedt. Die hebben we op dit moment even niet nodig, want ik ga deze koekenpan gewoon gebruiken om deze zombie in elkaar te slaan. Even kijken. Dus ik heb 4 stapjes gelopen. Dus dan leg ik deze eventjes aan de kant. Daar hebben we nog 2 ogen van over. Ik gebruik deze dobbelsteen om deze zombie een klap met mijn pan te geven en dan is die weg. Hier nog 2 stapjes over, hier nog 1. Nou, ik heb een moeilijk terrein, dus ik klim via het raam naar binnen. Dus dat kost mij 2 actiepunten. Dan is deze dobbelsteen helemaal gebruikt. Dan heb ik nog ogen over, dus dan kan ik kijken naar speciale eigenschappen op mijn kaart. Hier kan ik 4 actiepunten gebruiken voor Theresa om te scrounger. En dan krijg ik een willekeurige voedsel of resource kaart. Nou, hier heb ik nog eentje, die gebruik ik en dan haal ik er hier nog eventjes 3 van af. Hoppata. En ik neem een willekeurige resource kaart. In dit geval vind ik fuel. Die leg ik hier bij me neer. Als er niet bij staat dat het maar 1 keer per nacht zou kunnen, dan zou je het nog meerdere keren kunnen doen. Nou, verder heb ik niet zo heel veel acties meer. Ik kan niet meer in het bereik komen van andere zombies. Ik heb geen pistool om op een afstandje te schieten. Line of sight in dit spel hebben ze eenvoudig gehouden. Als je goed kijkt, zie je in het midden van elk vakje een heel klein sterretje. Als je een rechte lijn kan maken tussen het vakje waar jij staat, het sterretje van het vakje waar jij staat, en het vakje waar de zombie staat of waar je ook op wil schieten, zonder dat je daarbij door een harde lijn gaat, een andere zombie of van die vakjes waar het symbooltje staat dat je niet erheen kan lopen, dan kun je er gewoon op schieten. En dan is mijn beurt voorbij. En dan gaat Googly Eyes, die doet hetzelfde. Die gooit de dobbelstenen. Die gaat zijn actiepunten doen, enzovoort, enzovoort. Nou, nadat wij al onze actiepunten hebben besteed. Misschien is hij wel hier naartoe gegaan. En deze hier. En die zombies alvast uitgeschakeld. Nadat we allemaal onze acties gedaan hebben, komen de zombies. De zombies bewegen zoals de hoortkaart al aangeeft. Ze bewegen 3 stapjes richting het dichtstbijzijnde squad binnen line of sight. En als er niets is, dan gaan ze naar boven in ons huis, want daar bevindt zich onze stash. Daar bevindt onze voorraad en dan gaan ze daar naartoe om dat in elkaar te slaan. Nou, ze hebben line of sight op deze knakkers, dus die bewegen gewoon 1, 2, 3. En even kijken, deze komt hier naartoe, deze komt hier naartoe, deze rennen zo rechtdoor en deze bewegen hier naartoe. En nadat ze bewogen hebben, als ze aan grenzen staan aan survivors, vallen ze aan. Als je zombies om je heen hebt, gooi je eerst 2 dobbelstenen. Wat je niet wil gooien is een Z. Want een Z betekent een critical wound. Daar staat op hoeveel damage je krijgt. En deze kaarten hou je bij je. Niet alleen in dit verhaal, maar eigenlijk van scenario naar scenario blijven die kaarten aan je plakken. Nou, dat is super vervelend, dus dat moet je eigenlijk zien te voorkomen zoveel mogelijk. Dus als je geen Z gooit, gebeurt er verder niks. En dan afhankelijk van wat voor zombies ernaast je staan, krijg je damage. Deze doen allemaal 1 damage, deze doen 2 damage. En je moet het ook zo zien als meerdere zombies aangrenzend staan aan meerdere survivors. Dus laten we het eventjes zo zetten. Deze zombies vallen dan zowel de groene als de blauwe speler aan. Dus daar moet je echt wel rekening mee houden dat dat hard kan gaan. Nou, damage die je krijgt, zoals ik al zei, die ga je dan op je klokken bijzetten.
Je kunt daar je defense voor gebruiken. Ik moet bijvoorbeeld 4 damage eten. Dan haal ik 4 van mijn defense af. Maar ik kan ook voor zeggen van nou ja, ik heb genoeg health. Dus ik doe 2 op het ene survivor en 2 op de andere survivor. En uiteraard als een survivor ooit op 0 komt, gaat hij dood en ben je hem kwijt. En dan gaat de round marker eentje vooruit. En beginnen we weer van vooraf aan. De survivors gaan allemaal hun dobbelstenen gooien, acties uitvoeren enzovoort. Elke keer als je een zombie doodmaakt, krijg je 1 experience en ga je een stapje vooruit op deze track. Telkens wanneer je op een 15, 20, zo'n sterfvakje komt, krijg je een perk. Nou, perks zijn leuke upgrades die je aan een survivor kan geven die bijvoorbeeld de statistieken verbeteren, die een mutatie geven, bigger muscles. Daarvoor moet je dus die radiation spenderen, maar je krijgt wel weer dat je onhandig wordt. En zo heb je van alles en nog wat ertussen zitten. Als je zo'n upgrade krijgt, dan leg je die gewoon op de survivor. Maar zo gaat de nacht verder. Wij proberen zoveel mogelijk zombies te slopen. Na de 5e ronde van de nacht, als er nog zombies op het bord zijn, dan vluchten die. En die gaan gewoon weer terug naar de pool. Dit is wel een heel slecht voorbeeld. Maar laten we zeggen dat deze 2 vluchten. Voor elke zombie die vlucht, gaat de Doom Track bewegen. Frisse zombies, hoewel deze kleur niet heel fris is, zorgen voor 2 stapjes. Weak zombies, dat zijn die grijze, zorgen voor 1 stapje. En mutates, als die er zijn, zorgen voor een aantal stapjes gelijk aan de hoeveelheid hitpoints die ze nog over hebben. Nou, laten we zeggen dat er 2 zijn bewogen, dus dat betekent 1, 2, 3, 4 stapjes gaat de Doom Track vooruit. Nou, waarom is die Doom Track irritant? Die bepaalt hoeveel zombies er volgende beurt weer in het spel komen. En ook hierbij, als de Doom Track voorbij die sterretjes gaat, voor elk sterretje wat er binnen het aantal zit, hè, dus als we bijvoorbeeld Doom Track op 11 hebben, komen er 11 zombies met 2 sterretjes. Dus 2 van die zombies zijn mutates. En mutates zijn deze knakkers. En dat zijn allemaal vreselijk irritante zombies die een stuk lastiger te verslaan zijn. Doen een hoop damage, kunnen krankzinnig snel lopen. Sommigen hebben dus ook nog een heleboel range en speciale eigenschappen. En ze hebben hitpoints overeenkomstig met de hoeveelheid levens, of spelers. Dus 3 spelers, dan heeft deze 10 hitpoints. Nou, dit zijn gewoon hele smerige zombies. Die hebben allemaal hun eigen paarse miniatuurtje. Nou, die komen er dan ook bij. En vanaf dat moment, als je weer opnieuw zombies gaat spawnen, dan is het inderdaad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, whatever. Nou, je wil niet dat er te veel zombies naar binnen komen. Plus, als de Doom Track ooit op 30 komt, dan hebben we sowieso verloren. Maar dat is de nachtfase. Maar dat is de nachtfase in een notendop. Kort samengevat, je hebt de Dusk Step. Alle survivors gaan van de dagzijde naar de nachtzijde. Reset ons defense wheel. We mogen onze posities kiezen binnen het huis. Nogmaals, dit eerste scenario is gewoon om je een beetje doorheen te lopen. Dus dan begin je buiten, maar normaal gesproken zitten we in ons huis. Dus je mag zelf positioneren waar in het huis je begint. En we zetten natuurlijk deze turnklok weer op nummer 1. En aan het einde van de nacht doe je dus de level up. En dat is dus het verkrijgen van die perks. Hoe ziet de day phase eruit? Die bestaat uit 3 fases. Als eerste hebben we de morning. Alle survivors worden geflipt naar hun dagzijde. Dat is op zich hetzelfde, maar andere special abilities die meer van toepassing zijn voor de dagacties. En beginnend met de startspeler en dan met de klok mee, ga je de survivors aan het werk zetten. En die kun je dus aan het werk zetten in ons huis op de track rondom het spoor. Je kunt ze laten rusten om hitpoints terug te krijgen. Maar daar gaat de Doom Track wel voor naar boven. Je kunt ze laten guarden. Dat is aan dit gedeelte. En voor het guarden, elke survivor die aan het guarden is, gaat de Doom Track weer een stukje terug. Dus dat is altijd lekker. We hebben het craften. Dat is natuurlijk super gaaf. Je vindt van alles en nog wat aan items. En daarmee kun je gaan craften. En dat craften, in het begin kunnen we alleen maar basic craften doen. Dus we kunnen sandbags maken, we kunnen scrap traps maken, junk walls en molotov cocktails. De effecten staan hier allemaal uitgelegd. Maar naarmate we verder gaan in het spel, kunnen we ook andere mogelijkheden vrij spelen. Die kunnen we ook allemaal gaan craften. Dus een extra lookout tower. Wat betekent dat we meer mensen op guard duty kunnen zetten. Dus dan kunnen we de Doom Track verder omlaag doen. We kunnen een infirmary beds gaan gebruiken. Dan kunnen we healen. En we kunnen die naar
biohazard symbolen wegdoen. En dat kost ook nog eens een keer niks op de Doomtrack. We krijgen de workbench. Daarbij kunnen we veel stoerdere dingen maken, zoals upgrades voor onze karakters, bommen, ledged gates. We kunnen tunnels gaan maken, zodat we sneller van punt A naar B kunnen gaan. En zo heb je allerlei dingen die je kunt gaan craften met je survivors. En het laatste wat je kan doen is scavenger. En bij het scavenger ga je op pad. En afhankelijk van of je de auto hebt of niet, ga je naar de suburbs waar we al in zitten. Of naar de stad. En bij het scavenger ga je zeggen welke richting gaan we op scavenger. Bijvoorbeeld dan kies het westen. Dan ga je in het boekje zoeken naar, even kijken, waar is west? West, je gooit een zeszijdig dobbelsteen. En dan lees je het verhaaltje voor van wat je gevonden hebt. Bijvoorbeeld 4 gegooid, Grandma's House verhaaltje. En daar staan dan een paar keuzes die je hebt. En dan zie je dus ook, afhankelijk van welke keuze je doet, heb je bepaalde skills nodig. Nou, die skills corresponderen natuurlijk weer met de waardes die onderaan jouw survivor staan, die je op scavenger hebt gestuurd. En dat betekent dus ook dat je van tevoren moet nadenken over wat is handig om in die scavenger party te gooien. De tweede fase van de dagfase is de afternoon. Alle spelers verliezen 1 hartje voor elk biohazard symbooltje wat ze hebben. En ze moeten eten. En er zijn verschillende soorten voedsel. Je hebt kant-en-klaar voedsel uit blikken, niks aan het handje. En je hebt rauw vlees en rauwe groenten. Daar zitten soms effectjes aan als je die eet. En als je niet kan eten, verlies je 2 hitpoints, 2 leventjes. En het laatste is de neighborhood meeting. Nadat iedereen gegeten heeft, of niet, is het belangrijk om te beslissen wie de volgende dag, of eigenlijk de volgende nacht, gaat leiden. Dat doe je door een skill check. Degene die laatste was in de beurtvolgorde in deze ronde, die kiest een skill. En je telt dan alle waardes van die skill op. Zoveel dobbelstenen gooien en wie de meeste ogen gegooid wordt de leider. Nou ja, dat, meestal omdat je toch hard samen moet werken, kom je er ook wel zonder die check uit. Maar dat is hoe dat gaat. En zo hobbelen we vrolijk door de scenario's heen, hoewel vrolijk niet helemaal de juiste term is, en proberen wij het tot een succesvol einde te brengen, afhankelijk van de regels die het scenario ons biedt. Lukt het ons, winnen we het scenario. Lukt het ons niet, dan zullen we het nog een keertje moeten proberen. Maar op die manier wordt Zepocalypse 2 Defend the Burbs gespeeld. Zepocalypse 2 Defend the Burbs is een uitdagend spel, een heel uitdagend spel. Dit valt in de categorie, je moet ervan houden dat het spel zo zwaar is, zo pittig. Het is echt een spel wat een hele zware uitdaging presenteert. Je zult vaak genadeloos afgestraft worden. En daar moet je van houden. Dat is iets waar ik zelf niet de grootste fan van ben. Sommige mensen vinden het fantastisch om op deze manier uitgedaagd te worden. Daar zitten een paar haken en ogen aan waarvan ik zeg, daar zit de balans ook niet helemaal recht. Allereerst, als je het spel speelt met 2 spelers en sommige scenario's geven ook aan dat ze solo kunnen gespeeld worden, die schaling is niet goed. Met 2 spelers is dit spel, ik zou bijna zeggen, onmogelijk. Nou is dat niet helemaal waar, want je kunt het halen, het is niet grappig. Dit is echt een spel waarvan je moet zeggen, eigenlijk minimaal 3, 4, 5. Hoe meer spelers, hoe makkelijker tussen aanhalingstekens het wordt. Het schaalt gewoon niet zo goed naar een lager spelersaantal. Dus dat was een leuke manier om wakker geschud te worden. Want ja, dat zie je aan de voorkant niet komen. Maar het is echt, je wordt beperkt in de hoeveelheid verplaatsing die je hebt. Je wordt beperkt in je bereik. Je dobbelstenen kunnen goed of slecht vallen. Sommige karakters geven je nog een reroll, maar gooi je beroerd. Ja, dan heb je gewoon een rondje pech. En die zombies die rennen. 3 vakjes lijkt weinig. Maar dat is, binnen 1 beurt zijn er al meestal een paar bijen. En binnen 2 beurten staat de hele horde op je in te kleunen. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de mutates. Want die slaan helemaal je gezichten vanaf. Het is een genadeloos spel.
Dat heeft natuurlijk ook te maken met de setting waarin het draait. Hè? De post-apocalyptische sfeer. Wij zitten in ons huis. We moeten ons verdedigen tegen de horde zombies. 5 rondes lang in de nacht komen ze van alle kanten. Proberen ze binnen te dringen en ons huis uit elkaar te trekken. En ons daarbij. En daar zul je dus ook gewoon tactiek op moeten gaan kiezen. Je moet zorgen dat ze jou zien. Zodat je ze misschien weg kan lokken. En dat ze een beetje rondjes achter je aanrennen. En je ze dan 1 voor 1 wegpopt of samenwerkt. Je moet gaan craften. Craft is trouwens echt wel een heel leuk mechanisme in dit spel. Je vindt hier en daar goederen. En daar kun je dan weer leuke dingetjes mee bouwen. Zoals vallen en bommen en dat soort dingen. Nou, dat is heel tof gedaan. Maar ook daarin de schaarste die er is aan de items die je nodig hebt om te craften. En het feit dat je eigenlijk bijna al je acties nodig hebt om die zombies weg te stompen. Omdat je anders de volgende nacht zoveel meer ellende op je bord krijgt dat het helemaal niet meer grappig wordt. Sneeuwt dat principe een beetje onder. Zeker dus met een kleiner speleraantal. Dan heb je eigenlijk niet de tijd om een beetje fatsoenlijk te scavengen. En fatsoenlijk items te verzamelen. Terwijl je ook de hordes zombies onder controle houdt. Daarnaast, als je figuren op scavenge missies gaat gooien. Elke scavenge missie presenteert je met een uitdaging. Het is nooit eens een keer van, we komen ergens en er staat gewoon een voorraadschuur open en iemand is vergeten om achter in de kastjes te kijken. Het is altijd vechten, iets openbreken, een challenge, op wat voor manier dan ook, om dingen te krijgen. En dat alles op elkaar stapelend maakt dat alles wat je doet, hoe leuk sommige dingen ook zijn, en daar verwijs ik vooral naar het craften, het vinden van leuke nieuwe wapens, met je groep en met elkaar plannen bedenken en de verdediging van zo'n huis opbouwen, wordt overschaduwd door ellende, 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 ellende. En dat doet me gelijk ook een beetje denken aan This War of Mine. Dat is ook zo'n spel waarbij ik bijna depressief word van het feit dat er zoveel ellende op mijn pad zit. Mag het ook alsjeblieft een keertje leuk zijn? Mag ik een keer een meevallertje hebben? En dat is gewoon iets waar ik zelf minder gecharmeerd van ben. Verder heeft het qua verhaal en thematiek zit het leuk in elkaar, maar je hebt maar 4 hoofdstukken. En bij elk hoofdstuk heb je een heel klein beetje flavor. En voor een spel wat natuurlijk voor een groot gedeelte op de campaign rust, vind ik 4 hoofdstukken met die hoeveelheid story een beetje zwakjes. Dat had voor mij ook wel wat beefier, wat meer gemogen. Maar hou je van spellen die je gezond uitdagen, wil je jezelf bewijzen dat jij daadwerkelijk in staat bent om de hordes zombies onder controle te houden, je huis te verbeteren, alle upgrades te maken, zoveel mogelijk survivors te vinden en elk scenario tot een succesvol einde te brengen. Apocalypse biedt je een uitdaging waar je zeker in vast kan gaan bijten en waar je af en toe echt wel misschien met pijn en moeite denkt van hoe we dit in hemelsnaam ooit overleefd. Of gewoon kunnen realiseren dat je zegt, nee, dit was gewoon 1 grote bende en totaal misgegaan. Dan is dit een spel waar je plezier uit zal halen. Maar je moet houden van dit soort harde spellen. En zoals ik al zei, dat is niet helemaal mijn straatje. Wat ik zeg, daardoor gaat een gedeelte van het speelplezier voor mij persoonlijk het raam uit. Ik vind het niet erg om uitgedaagd te worden, maar ik vind het wel leuk als ik af en toe een beetje denk van ik kan even een beetje knutselen, ik kan even op adem komen en we gaan even wat leuke dingen doen. Maar zelfs de leuke dingen doen, zoals een scavenge missie, is nog steeds vervuld met porties ellende. Dat was voor mij gewoon net even een stapje te veel. En dat is de reden waarom dit voor mij een matig spel is. Het is gewoon niet mijn ding. Ik word niet blij van dit spelmechanisme, deze manier van inkleding. En om die reden heb ik het een 5 gegeven. Spellen Zolder.